Ja, dit zijn de schoenen van Marco van Basten, waar hij de EK in 1988 op gespeeld heeft. Niet onverdienstelijk. Nee, dat lijkt me niet, nee, als je kampioen wordt. Hoe heeft u die gekregen? Nou, die heb ik gekregen van de vader van Marco van Basten. Ik had een visite bij hem en we raken aan de praten over het een en het ander en over mijn verzameling. En ik zeg, ja god, wat er wel leuk zou zijn in de verzameling is schoenen van Marco. En hij zegt, nou, dat komt toevallig goed uit. Ik heb er hier nog een paar staan. Ja, wel heel speciale, dus dat is wel heel leuk. Ja, als je links rechts wat mensen kent en die weten van jouw verzameling, ja, dan wordt het toch iets makkelijker om aan wat shirts te komen. Zoals? Vertel eens. Ja, zoals, ja. Kijk, het shirt van Dennis Bergkamp van de Wereldkampioenschappen in 98 in Frankrijk. Van Dirk Marcellus van de Olympische Spelen van Nederland. Boudewijn Zende, Euro 2000. Ja, kijk, de wedstrijden staan er allemaal op. Ruud van Nistelrooy. Ja, als klein manneke van een jaar of acht ging zelf voetballen bij de plaatselijke club Mifano. Ja, op een gegeven moment gaat het een wedstrijd van Handelsport, PSV. Je bewaart een programmaboekje, er komt er nog eentje bij en voor je het weet ben je een verzamelaar. Als je ruim 750 bierglazen hebt, 500 shirtjes, 177 paar voetbalschoenen, ja, dat kun je niet allemaal in één klein kamertje kwijt. Dat is jammer. Dus? Ja, dus zoek ik natuurlijk uitbreiding voor mogelijkheden. En op het moment heb ik het grootste gedeelte op zolder, helaas. Helaas moet ik zo lang nog hier opslaan, dus, maar ja, één keer komt er een tijd dat ik er wel meer ruimte voor heb. Dus ja, goed, we doen het zomaar even. En wie zie ik achter u? Ja, dat zijn mijn vrienden van Breukelen, Lucie Niels, Ronald Koelman. En waarom zijn die naar de zolder verbannen? Ja, omdat er beneden geen plek was op het moment, dus je moet keuzes maken. Wat zijn dat? Dat zijn de wedstrijden op via langs de lijn op de radio. PSV, Dynamo Kiev PSV 1975. Waarom heeft u dat opgenomen? Nou ja, je begint ergens mee en toen was er nog geen video en dvd en dergelijke. En ja, zo begin je met langs de lijn de wedstrijden op te nemen, de geluidsbanden. Luistert die nog wel eens terug of niet? Nou, ik word nog wel eens benaderd van, heb jij toevallig dit of dit nog liggen? Ja. Want waar hebben mensen dat voor nodig? Nou, dat heeft dan voornamelijk met de media te maken, met tv of radio. Dus u bent niet alleen een verzamelaar, maar ook een archivaris? Ja, een klein beetje wel, ja. Ja. De eerstvolgende kampioenschap, daar kijk je natuurlijk naar uit. Nou, dat is in dit geval 2012, de EK. Dus het zou schitterend zijn als ik daar te zijner tijd weer een shirtje van kan bemachtigen. Of een accreditatie van een of andere speler of staflid. Dus, maar daar ben ik druk mee bezig. Dan is het EK voor jou geslaagd? Nou, het succes is het belangrijkste. Het succes van Oranje, dat is het allerbelangrijkste. En daar kijken we natuurlijk met z'n allen naar uit.